De beste reactie tegen een wraakactie is een wraakactie. Weet je zeggen, wraak is nooit de oplossing. Tenzij er natuurlijk dat je de ander compleet uitroeit. Dan is het wel een oplossing voor jou. Dan kan je wel winnen. Ja, je moet gewoon onverbiddelijk zijn. Je moet gewoon gezag geven om andere mensen. En dan heb je het goed, versta je. En later gaan mensen vragen stellen. Maar dat is later. Versta je, ondertussen heb je vrede. En je zou kunnen zeggen, maar dat is toch een gruwelijk idee om het op die manier te doen. Maar dat is wel de manier waarop we het tot hiertoe altijd al gedaan hebben. Dat is waarom je hier kan buitenwandelen en niet moet bang zijn dat je wordt opgegeten door een beer of een wolf. Omdat we die allemaal compleet hebben uitgeroeid. Dus, hey, nu hebben wij leuke natuur. En als er dan af en toe een plant is die we niet cool vinden, de berenklauw of zo, dan gaan we die ook verstaan. Dat is zo dat je zegt, nee, ook de bloemen moeten allemaal lief zijn. Het moet niet berenklauw met brandwonden. Nee, ooit gaan we het nodig hebben. Hè, dat we denken, hadden we maar berenklauw. Daarbij, als er een paar botanisten hier zijn, die gaan waarschijnlijk denken, Jeroen, bedoel je niet de reuzenberenklauw? Ja.